Hoi, ik ben Ilona en deze video wordt geplaatst op dinsdag 25 juni 2024. Vanavond ga ik weer live om 7 uur, dus ik hoop jullie dan te zien. Op Telegram plaats ik een link op mijn Facebookpagina Waarkracht. En je kunt ook om die tijd naar YouTube onder het kopje live, naar mijn YouTube kanaal onder het kopje live, vind je de link naar de live toe. Wilde ik even meegeven. In deze video wil ik even naar in ieder geval twee onderwerpen kijken waar ik al eerder naar heb gekeken. Maar goed, dat is alweer een tijdje terug. En ik begrijp ook wel dat er mensen zijn die die video's helemaal niet hebben gezien. Of die gewoon later natuurlijk mij zijn tegengekomen. Dus ik snap ook wel dat het een tijdje terug is. En het is ook wel eens goed om de zoveel tijd eens even te kijken. Hoe zit dat nu? Nou, als eerste wil ik naar de strepen in de lucht gaan kijken. Gisteren was het hier in ieder geval boven horen, in ieder geval gisteravond, heerlijk mooi blauw. En ik zie nu eigenlijk ook een helblauwe lucht. Dus het is hier in ieder geval zonder strepen. Maar ik wil gewoon even naar de strepen kijken. In het verleden heb ik er al naar gekeken. Voor mijn gevoel zijn de strepen al overgenomen. Maar ik ga gewoon nu even kijken wat de energie nu is omtrent de strepen in de lucht. Kijk eens, de drie van bekers. We hebben zwaar de zes als centrale kaart. Ja, de dood in het verleden, dat is wel bijzonder. We hebben kracht onder zwaar de zes. Staven twee in de toekomst en zwaar de negen. Dus er zal nog wel wat zorgen over gaan komen. Of in ieder geval, ik denk dat een heleboel mensen zich nog wel... Ja, zorg om gaan maken, veel stress om zal komen, dat het nog niet duidelijk is wat er echt gaande is. En dit is natuurlijk weer mijn perspectief, je hoeft het er absoluut niet mee eens te zijn. Kijk altijd of het voor jou goed voelt of niet. Maar ik heb het vermoeden, zeker als ik naar deze drie kaarten kijk en naar het verleden, dat dat oude al weggevallen is. En dat de meeste strepen en de overdreven, overtrokken manier waarop het zeg maar neergezet wordt, dat dat eigenlijk al door de witte hoeden is overgenomen. En dat we juist dingen krijgen die ons ondersteunen. En die ons helpen om in onze kracht te komen, om weg te gaan uit die oude, gemanipuleerde geheel. Alleen, en wat ik al eens vaker ook wel eens aangegeven heb, moet het wel duidelijk worden voor mensen dat dit dus al die tijd gebeurd is. Dus er komt nu ook heel veel naar buiten over de streep. Je ziet ook steeds meer foto's, omdat het natuurlijk nu totaal overtrokken wordt. Hè? Die boterkaas en eieren in de lucht die je praktisch kan doen. Dat wordt heel bewust voor mijn gevoel door de witte hoeden gedaan. Want dat was eigenlijk normaal helemaal niet zo. De meeste mensen viel het helemaal niet op dat er strepen in de lucht waren. Daarom werd het natuurlijk ook al zo belachelijk gemaakt als mensen daarover begonnen. Van oh, wat een onzin. Maar nu wordt het zo overduidelijk en zo belachelijk gemaakt op... Nou, soms zie je echt dat je denkt van wat is hier gaande. Dat mensen het nu ook beginnen te delen. Als je dus bij mij foto's ziet van Telegram... Tenminste, foto's ziet van mensen die dat delen, dan plaats ik dat vaak op Telegram. Dan doe ik dat eigenlijk meer om gewoon te laten zien dat het steeds duidelijker voor mensen wordt. Dat mensen dingen gaan afvragen. Waar gaat dit om? Wat is er aan de hand? En er zullen ook dingen naar buiten komen met, oh, zit dit in en hoe slecht dat is. En nou, allerlei verschrikkelijke stoffen zitten daarin. Dit is om mensen wakker te maken, om mensen te beginnen te begrijpen... De zaadjes te planten van wat er al die tijd gebeurd is. Voor mijn gevoel is het allang al veranderd. En misschien op hele kleinschalige vlakken plaatsen nog wel wat naar buiten komt dat niet goed voor ons is. Maar het meeste voor mijn gevoel is eigenlijk ook goed voor ons. Dat zien we hier tenminste. Dat is natuurlijk wel mijn perspectief. We worden in ons kracht gezet. We gaan weg van die oude troep. En het is juist een reden om feest te vieren, al zou zelfs dingen die goed voor ons zijn, omdat er natuurlijk al jarenlang van allerlei, zijn we van allerlei kanten naar troep hebben we aangeleverd gekregen. Via lucht, via voedsel, via water, via nou, allerlei manieren, via producten die we gebruiken. Dus als er dan in één keer wat goeds wordt in de lucht wordt gebracht, kan dat dus een reactie veroorzaken. En natuurlijk zijn er ook nog heel veel mensen... Die hebben zoiets van, als ze een streep zien, dan denken ze al gelijk, ik verschrikkelijk, ga gelijk kuchen en hebben gelijk een reactie. Dat is natuurlijk ook een beetje dat effect van, als je denkt dat het slecht is, dan is het natuurlijk ook slecht. Ik ga niet zeggen dat het op sommige plekken misschien nog wel slecht zou kunnen zijn, maar voor mijn gevoel is het meest gewoon
overgenomen? Worden er juist dingen om ons te ondersteunen in de lucht gebracht? Ik heb ook wel eens iemand in de reacties die reageerde over het regenwater en dat het regenwater juist heel goed is eigenlijk, dat er heel weinig troep meer in zit. Maar goed, ik heb ook andere reacties waarin mensen aangeven dat klopt weer helemaal niet. Ik laat dat gewoon helemaal open. Dit is hoe ik het voel. Ik voel me er prima bij. Als ik een streep reageer ik absoluut niet op een rare manier daarop. Dan denk ik, hey, dat kan ons helpen. En misschien is dat ook wel heel goed, want onze gedachtekracht is gigantisch groot. Dus als we op een andere manier naar dingen gaan kijken, zal dat ook een effect hebben voor ons. Want waar wij in geloven, waar wij van overtuigd zijn, is ook onze realiteit, wordt ook onze realiteit. Dus wie weet, hè, al zou er nog iets in zitten en je ziet het gewoon als iets positiefs, nou dan zal dat ook ten goede komen. Je hebt natuurlijk niet voor niets het placebo-effect en natuurlijk ook het nocebo heet dat volgens mij. Dat je juist als je denkt dat alles negatief is, dat dat dan ook zo zal zijn. Dan creëer je het ook. Maar voor mijn gevoel is het gewoon al overgenomen. Op het grootste vlak eigenlijk, zeker ook in Nederland, het grootste gedeelte. Ik kan natuurlijk niet specifiek kleine gebiedjes misschien, maar dat geloof ik eigenlijk al niet. Want volgens mij hebben ze al niet eens meer het geld om dat voor elkaar te krijgen of dat in gang te zetten. Want dat is best een fikse operatie. Dus volgens mij is hier al heel veel in veranderd. Maar in de toekomst zien we dus dat het niet duidelijk zal zijn, is het nu goed of slecht. Er zullen waarschijnlijk heel veel berichten naar buiten komen, juist om mensen wakker te maken, dat het dus waarschijnlijk heel slecht is wat er allemaal gebeurt. Dit zal tot heel veel stress leiden, heel veel angst leiden. En dan gaat het er ook om dat we nu naar onszelf gaan luisteren, in onze eigen kracht gaan staan. Want onze geest heeft een gigantisch effect. Als wij denken dat het allemaal fout of slecht en verschrikkelijk is, nog steeds, dan zal dat natuurlijk ook een effect op ons lichaam hebben. Wij zijn eigenlijk nu in het grote ontwaken en dat we beginnen te begrijpen dat wij zelf deze situaties ook mee creëren. Dus als we er niet meer aan meedoen, zal het ook veranderen. En voor mijn gevoel is er al heel veel overgenomen op dat vlak. Maar het zal de eerstkomende tijd nog niet duidelijk zijn. En het zal natuurlijk ook tot stress en angsten gaan leiden als allerlei dingen naar buiten gaan komen. Is ook belangrijk, mensen horen dit ook te weten. Maar voor mijn gevoel is dit eigenlijk al zo goed als opgelost. Het volgende is ook iets wat wel belangrijk is. Dat gaat over 5G. En ik hoor, of tenminste, ik had wat berichten ontvangen van mensen die hadden zoiets van 25 juni. Dat is dus morgen, zou het volledig opengezet worden. Of in ieder geval zou het een volle sterkte zijn. Ik kon dat zo snel niet vinden. Wat het enige wat ik kon vinden is dat de veiling Nederlandse landelijke 5G-netwerken begint 25 juni. En dat vind ik dus op de Rijksoverheid, dat dus een veiling over dus, de netwerken, dat nu dus in de aanbieding of in de, ja, dat aangeboden gaat worden. En die kunnen dan vanaf mobiele telecombedrijven kunnen vervolgens vanaf 1 augustus 2024 de nieuwe frequenties op de zogenoemde 3,5 gigahertz band in gebruik nemen. Dus dat is wat er algemeen naar buiten wordt gebracht. Goed, dat we weten, dat komt van de Rijksoverheid. Maar goed, vond ik wel interessant. Ik wil gewoon even kijken, wat is 5G? Voor mijn gevoel, ik heb in het verleden ook gekeken, is dat ook al overgenomen, maar we gaan even kijken wat de kaarten erover zeggen. Oh, daar hebben we weer dat het niet bekend is. Dat het staven 2. We hebben weer de dans. Dat is bijzonder. De hoogpriester in het verleden. Daar zat zeker duister achter. De gehangene. Dus onder de dood. Voor de toekomst hebben we de aas van pentakels, een nieuw begin. En we hebben hier ook beker 6. Dat is wel bijzonder. Het is wel grappig, die kinderkaart. Maar ik denk dat dat nu over iets anders gaat. Dit gaat over oude pijn die we hebben opgelopen. Dus ik denk dat we die even iets anders kunnen interpreteren, omdat het natuurlijk over 5G gaat. Maar dit zegt eigenlijk al genoeg. Dit was in het verleden, was dit echt ook bedoeld om ons volledig onderuit te halen. Zeker met de hoge priester, de duistere invloeden. Dat was ook, hè, de straling, daar zijn ze nu al heel lang mee bezig. Niet alleen met de lucht, maar ook met straling.
om ons te beïnvloeden, om controle over ons te krijgen, over onze energie ook te krijgen, over ons bewustzijn. Maar we zien hier dat het stil hangt. Dus ik denk dat het wel mee zal vallen met dat het in één keer voluit gegooid zou worden. Ik denk dat het een beetje hetzelfde is met het strepenverhaal. Kijk heel goed hoe het voor jou voelt en laat je niet bang maken. Weet ook dat wij vele malen krachtiger zijn dan een 5G-straling. En ik denk dat we daar nu steeds meer in mogen stappen. Maar ik zie hier met de dood dat dit al ten einde loopt. Alleen het is nog niet duidelijk zichtbaar en we gaan nog veel dingen horen over 5G. Wat nu echt de bedoeling was, net als met de strepen in de lucht, dat moet bekend worden. Mensen moeten het begrijpen, mensen moeten het ingaan zien hoe diep dit gaat. Maar ik zie dat dit loopt tot zijn einde. En dit hangt stil, dus ik denk dat het op zich wel mee zou vallen. Ik geloof wel dat het op bepaalde plekken wel uiteraard in werking zal treden. Op bepaalde plekken heeft het duister. Ik weet niet of dat echt in Nederland of België zal zijn, maar wereldwijd heb ik het nu even over. Zullen ze heus nog wel wat controle hebben. En het is ook belangrijk dat het naar buiten komt. Dus er zullen ook dingen natuurlijk zichtbaar moeten worden om het onder de aandacht te brengen. Maar ik zie dit eigenlijk al als einde verhaal met de doden. Dit loopt al af en het komt iets nieuws. Het hangt nu ook stil, dus ik denk dat het wel mee zou vallen met het allemaal openzetten. Maar we zien een heel nieuw begin. En dan gaan we eigenlijk weg van die hele oude pijn. Ze hebben natuurlijk heel lang ons proberen te veranderen en te manipuleren, te controleren. En ik denk met die, hoe zeg je dat, met het... Die 5G voelde voor mij dat dat nu op een andere manier wordt ingezet. Net als de strepen in de lucht. Dat eigenlijk al dingen overgenomen zijn en ons juist nu meer ter ondersteuning zijn. En dat past ook. En dat, daardoor kunnen we ook onze innerlijke stukken, onze innerlijke kinderen. Want daar staat beker 6 ook voor. De pijn die we hebben opgelopen. Hoe we hier zijn opgegroeid. Een heleboel van ons hebben natuurlijk vele dingen meegemaakt en natuurlijk ook op allerlei manieren werden we gemanipuleerd in het hele systeem. Heeft met oude pijn te maken dat dit ook zichtbaar wordt, dat dit al die tijd al gaande is. Maar dit is een totaal nieuw begin, dat het voor iets anders wordt gebruikt. Dus voor mijn gevoel is ook al die 5G zo goed als overgenomen en wordt het juist nu ten gunste gebruikt. En dat wilde ik even benadrukken. Waar ik ook alweer naartoe wilde is namelijk, de energieën zijn nu zo aan het verhogen en het veranderen. Dan kunnen die hele duistere energieën niet meer uitpakken op een heel groot vlak. Dat gaat gewoon niet meer, want de energie wordt niet meer gedragen. En nu er zoveel veranderingen gaande zijn, ook in onszelf, waarschijnlijk zal je dat zelf ook wel merken, heb ik al vaker aangegeven. We zitten nu in echt die hele diepe stukken die mogen gevoeld worden, doorvoeld worden. En dat helpt alleen maar meer om de mensheid in balans te brengen. En eigenlijk uit die lagere trillingen te halen. Waardoor dit soort dingen ook niet meer plaats kunnen vinden. Dus het werkt eigenlijk beide kanten. Dat, zoals ik al aangeef, ik geloof ook echt in de witte hoede. Dat is ook voor mijn gevoel, zijn zij ook bezig. Ik snap heel goed dat mensen andere perspectief hebben. Helemaal prima, maar goed, dan dat is gewoon een andere manier van kijken. En daar heb ik al vaker over gezegd. Het lijkt mij niet zo'n prettige manier, want ja, dan kan je gewoon helemaal geen kant op, lijkt mij, als je denkt dat alleen maar het duister is. Maar goed, iedereen staat natuurlijk vrij om daar zijn of haar eigen mening in te hebben. Dit is natuurlijk ook mijn mening. Maar dat we de witte hoeden meehelpen, we helpen onszelf. We zijn in het grote ontwaken bezig. Dat wilde ik ook nog even benadrukken. Ik heb het natuurlijk ook wel eens gehad over Project Looking Glass. Waarin dus eigenlijk een grote quantum computer ook aangaf. Dat maakte niet uit wat er in de computer werd gegooid. Uiteindelijk op een bepaalde tijdlijn komen we steeds op dezelfde tijdlijn terecht. Dus daarin werd het duister ook zo panisch van hoe kan dat nou? Op een gegeven moment wordt de mens gewoon wakker. We zitten nu in die tijd. Dus wat ze ook nog proberen, het grote ontwaken is ingezet. Dat kan niet meer stopgezet worden. Dus dat kun je ook nog vinden volgens mij op YouTube een video over Project Looking Glass. Dus kun je zoeken op die termen en dan zie je ook dat... Het is wel interessant, dat was iemand die daarbij betrokken was en die vertelt ook, ja, het kwam elke keer op hetzelfde uit. Ze konden dat niet veranderen. Het maakte niet uit wat ze ook deden, ze konden het niet veranderen. En daarom voelt het voor mij ook altijd dat we eigenlijk al gewonnen hebben,
Omdat hoe dan ook we op die tijdlijn gaan belanden. En eigenlijk zitten we volgens mij al op die tijdlijn. En dan kunnen ze geen stand meer houden. Dan kunnen ze deze dingen niet meer op grootse schaal toepassen. Omdat de mensheid hier niet meer op reageert. Omdat wij verder en hoger zijn in onze energie. Kunnen die lagere energieën en trillingen ons niet meer raken. Dus dit wil ik eigenlijk meegeven. Maar ik heb het gevoel dat dit ook over is genomen. Ik denk dat het allemaal een beetje stil hangt. Het is nog niet duidelijk, net als met die strepen in de lucht. Hoe zit het nu? Welke kant gaat het nu echt op? Maar we maken een heel nieuw begin. En dit is nodig ook. En ik denk ook dat het ten goede wordt nu gebruikt. Maar er gaan nog wel dingen naar buiten komen, uiteraard. Dat heeft ook met die oude pijn te maken. Heeft ook met heling te maken. We moeten wel weten wat er al die tijd gebeurd is. Ook voor de meeste mensen die hier helemaal niet mee bezig zijn. Dus er gaat nog meer naar buiten komen over 5G. Er zullen nog wel onderzoeken naar buiten komen. Er zullen nog wel wat dingen voorvallen. Misschien ook wel in scène gezet. Maar het is belangrijk dat mensen dit zien. Net als voor mijn gevoel ook bij de strepen in de lucht. Hier wilde ik het graag bij laten. Hopelijk tot vanavond 7 uur. En ik hoop jullie dan te zien. Dag!